Beste kijkers, zoals u ziet zijn wij in Galerie de Verdieping, waar we zo meteen een gesprekje hebben met Kees Bergman. Kees, we staan hier bij jouw tweede expositie alweer hier in Moergestel bij Galerie de Verdieping. Ik zie zo'n, ik heb grofweg geteld, 79 schilderijen. En 2 jaar geleden hing het hier ook helemaal vol en het was ook heel succesvol, moet ik zeggen. Waar haal je de tijd vandaan om in zo'n korte periode zoveel mooi werk te maken? Nou, het is zo. Ik heb eigenlijk het schilderen als mijn grootste hobby en ik zie heel weinig televisie. Ik besteed er ook heel veel vrije tijd aan en ik heb ook overdag de tijd om te schilderen. Dus ik ben eigenlijk heel vaak met schilderen bezig. Ik zie verschillende onderwerpen, voornamelijk bloemen, maar ook landschappen, stadsgezichten. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Momenteel schilder ik eigenlijk het liefste bloemen, maar ja, ik schilder ook graag stadsgezichten en landschappen ook. Maar landschappen, dat is eigenlijk een beetje, daar doe ik minder aan. Het is tegenwoordig eigenlijk hoofdzaak bloemen en dan het stadsgezichten. Kees, met welk doel maak je deze schilderijen? Is het puur voor jouzelf of werk je echt met in de achtergrond van ik ga een hele hoop mensen een plezier doen met een mooie expositie? Nou, ik hoop het laatste dat ik heel veel mensen plezier doe met een expositie. Want ik heb het plezier van het maken van het schilderen. Maar om ze hier tentoon te stellen, dat vind ik ook gigantisch leuk. Dit is echt voor mij, dan kan ik ze een keer laten zien, want anders staan ze bij mij op zolder. En dan ziet niemand iets. En dit is een hele mooie gelegenheid in deze galerie, waar ook heel veel werken netjes snekend hangen. Dat is voor mij een heel leuk evenement eigenlijk. Kees, je hebt waarschijnlijk wel een favoriet bij jouw werk. Welk van deze schilderijen, we kunnen er zo eens naartoe lopen, laat jij het liefste zien? Nou, dat is heel moeilijk, want ik heb eigenlijk heel veel schilderijen die ik graag laat zien. Maar als ik nou gewoon zo'n schilderij neem hier, dat is van Oosterwijk van het Klompven. Maar ja, dat vind ik zelf ook een mooie schilderij en daar heb ik ook met heel veel plezier gemaakt. Hier ben ik in Frankrijk geweest bij Monet in de tuin in Givenchy. Daar heb ik dus gewoon foto's gemaakt en daar is dat schilderij ontstaan. Hier ben ik in Frankrijk geweest en heb ik gewoon foto's gemaakt en dan kan ik thuis schilderen. En dat zijn eigenlijk dingen, dan schilder ik weer een poosje bloemen, maar dan kan ik ook goed weer ineens overstappen op de stadsgezichten. Kees, kun jij zelf nog eens tegen de kijkers vertellen wanneer het open is, wat de openingstijden zijn en ik neem aan dat jij er dan zelf ook bent? Ja. De opening is op zaterdag van 1 tot 5 uur en op zondag van 11 tot 5 uur. Dus beste kijkers, dit weekend kunt u nog terecht in Galerie de Verdieping voor de schitterende expositie van Kees Bergman. Even iets anders waar we mee afsluiten. Ook dit jaar weer, met de kerstdagen en de maand januari, is er Moergestel Creatief. De tentoonstelling van het jaar met Moergestelse amateurkunstenaars in onze plaatselijke verdieping. U kunt zich opgeven bij Ed Hurkmans en dat is telefoon 513 1316 of via info@galeriedeverdieping.nl. Meedoen, zou ik zeggen.